dan denk ik ook aan erkenning. Onze koning en onze koningin hebben in 2019 onze stad bezocht. De toekomst voor Helmond bepalen met lef en met durf. Dat is de verbinding. Iets wat een prachtige traditie was, laat je nu zien als een soort oorlogsgebied. Niet alleen in Helmond, maar ook buiten Helmond in heel Nederland, hoe er met vuurwerk omgegaan wordt. Gevaarlijk vuurwerk. Onveilige situaties, branden die ontstaan, waar onze brandweermannen niet meer veilig hun werk kunnen doen. Het is onwenselijk dat dit op deze wijze voortzet. En wat mij betreft, dames en heren, kan de discussie starten op weg naar het verbieden van vuurwerk.